De streefdatum voor het invoeren van BTW is nog steeds 1 juli. Minister Armand Achaibesching van Financiën en Planning heeft er alle geloof in dat deze datum gehaald wordt. Op een gisteren gehouden persconferentie zei hij dat het streven is om ook andere fiscale wetten uit het herstelplan op die dag in te laten gaan. Een aantal van die fiscale wetten is als uitvoering volgens de bewindsman. Er zijn 42 fiscale maatregelen genoemd, waarvan 17 uitgevoerd zijn, afgerond zijn. Dat zijn 40%. En 18 is al in uitvoering, dat is ongeveer 43%. Maar de belangrijkste is de invoering van de BTW. Wij hebben 2 weken geleden aan de regering gepresenteerd waar we staan, het uitvoeringstraject tot in detail uitgezet en waar we staan, dus de status. En daar wordt ook hard aan getrokken. Ik hou nog vast aan 1 juli, omdat ik daar nog geloof in heb. En ik kan u zeggen, er wordt hard aan getrokken om de BTW per 1 juli ingevoerd te hebben. Tegelijkertijd ook de aanpassing van andere wetten, zoals de loonbelasting. U weet dat we beloofd hebben dat we meer bestedingsruimte gaan creëren door de schijven aan te passen op dat moment. Dat ook integraal meegenomen wordt in het implementatieplan. Achaibesching zegt dat ondanks de beperkingen van de overheid de regering de gemeenschap niet in de steek zal laten. In dat kader zijn de sociale tegemoetkomingen zoals AOV, kinderbijslag en de tegemoetkoming aan mensen met een beperking verhoogd. Ook gaat de regering mensen die slechts een AOV hebben anders tegemoetkomen. En we proberen met ondersteuning van BBGO, en ik wil hen van deze plek ook dank zeggen voor het feit dat ze bereid zijn ons in de uitvoering te ondersteunen, gaan we ook die mensen op individuele basis helpen. En de mogelijkheid bestaat altijd als mensen daarnaast, naast al deze maatregelen, hulp nodig hebben, dat zij zich melden bij het ministerie van Sociale Zaken. En dan zal hun individuele situatie in beschouwing genomen worden en zal gekeken worden hoe deze mensen verder geholpen kunnen worden. Dus u ziet, wij laten de mensen niet in de steek, dames en heren. Wij proberen binnen de, ook de beperkingen van de overheid, de financiële ruimte die de overheid heeft, steeds meer te doen. Minister Ramdien haalde aan dat alle maatregelen in het sociaal programma van de regering bedoeld zijn om de koopkracht van de gemeenschap te versterken.